Thijs van Leeuwen, de laatste dag van de transfermarkt heeft Almere zich nog versterkt met jou. Je wordt verhuurd door je club FC Twente. Ja. Waarom heb je gekozen voor Almere City? Mooie club. Ik kwam hier op gesprek. En eigenlijk alleen maar goede plannen. Niet alleen om mij, maar sowieso met de hele club. Goede vooruitgang. Ik ben hier in de jeugd vaak geweest. Maar nu ik hier weer na een tijdje kwam, zag ik veel, zoals de gym, alles is vernieuwd. Dat sprak me aan. En gewoon de plannen die ze met me hadden, hetzelfde sprak me ook aan. Ja, zeker en, weten. En wat zijn die plannen met jou hier? Kijk, bij Twente is veel concurrentie gehaald. Dus daar zag ik niet naar uit dat ik heel veel speeltijd zou krijgen dit seizoen. En dat is, dat ziet er hier beter uit. Ja, en wat voor type ben jij precies? Waar ligt je kracht? Ik ben in mijn jeugd altijd nummer 10 geweest. Dus, toen ik bij het eerste kwam, vooral buitenspeler geworden. En ik denk de combinatie daarvan, dat mij... dat is een beetje mijn sterkte, zeg maar. Ja. Dus ik kan van de binnenkant naar... Van de buitenkant naar de binnenkant, daar vrijkomen en spel verleggen. Ja. Dat soort dingen. Doelgericht. Ja. Maar ze zochten echt een vleugelaanvaller. Ja. En heb je dan, opereer jij het liefst van links of vanaf rechts? Het liefst vanaf links, maar rechts heb ik ook vaak genoeg gespeeld. Dus eigenlijk heb ik niet echt een voorkeur. Dus dat een beetje. Ja, en het is gewoon een investering in jezelf hier. Je ziet het voor één seizoen en dan weer Eredivisie. Kijk, het is huur, dus je kunt ernaar altijd kijken. Dus... Maar in principe het is eerst dit seizoen en dan kijken we verder. Ja. En het gaat om veel speeltijd. Ja. Dus. En misschien heel ander voetbal natuurlijk, hè, in de keukenkampioen-divisie. Ja, het is iets meer, ze zeggen mannenvoetbal. Ik weet niet of dat een goede omschrijving is, maar het is ook dit, zeg maar. Ja. En dan, dan wacht Top Os gelijk. Ja. Ik denk dat je nog niet gelijk begint in de basis, hè? Dat denk ik ook niet. Nee. Maar wie weet. Wie weet. Je hoopt op een invalbeurt. Daar hopen we op, zeker weten. Succes hier. Dankjewel. Dankjewel. Dat was hem.